Ik kan geruststellen dat onze varkens blije varkens zijn. Het is herkenbaar, de smaak is herkenbaar en het is weer echt ouderwets varkensvlees zoals het vroeger was. We gaan aan de gang met varkensvlees, maar dan wel iets heel bijzonders. Het Livar varkensvlees, supermooi. Livar is ontstaan nu bijna 22 jaar geleden door 5 Limburgse boeren die gewoon ook intensieve veehouderij deden, varkenshouders, maar die de schaalvergroting en de ontwikkeling in de branche niet beviel. En destijds onze oprichter Frans de Rond, dat was een van de voortrekkers, die zei van ja, dit is niet goed voor de branche en de ontwikkeling daarvan. Het moet anders. Maar ja, als je denkt het moet anders, dan is nog niet het antwoord gevonden hoe dan. Hij is in die tijd met 4 andere Limburgse collega-boeren naar Zuid-Spanje vertrokken. Daar heeft hij zich ook laten inspireren hoe daar de dieren en de varkens gehouden werden. En nou ja, last but not least, en heel belangrijk, er stond weer varkensvlees op de kaart in de restaurants daar in de buurt. En daar had hij weer varkensvlees met smaak, omdat er weer een mooi vetje in zat. En dat waren wij in Nederland niet meer gewend. Het verschil met het Livar, het mooie kloostervark, is dat vlees echt zijn vocht vasthoudt. Mooie vetten erin zitten, mooi vol van smaak. En dat heb je met slecht varkensvlees niet. Dus de restaurants werkten nooit meer met varkensvlees. En nu wel, omdat het gewoon weer een ambachtelijk mooi product is. Het vet in het kloostervarken zijn gezonde vetten. En die vetten, vet is smaak. En als het beestje mooie voeding hebt gekregen, dan krijg je mooie, volle, vette smaak in het vlees. En dat is wat je in normaal varkensvlees mist. We gaan aan de gang met varkensvlees, maar dan wel iets heel bijzonders. Het Livar varkensvlees, supermooi. Echt waanzinnig mooie voeding gehad, hele mooie kwaliteit. En ik heb hier een heel mooi ribstuk. En dat ribstuk, dat herken je misschien wel, uiteraard aan de ribben, maar het is een onderdeel van de hele rug. We hebben de ribben, we hebben de haascarbonade, halscarbonade en dit is de ribcarbonade. En als je die snijdt in een enkele plak, dan krijg je natuurlijk die hele mooie tomahawk eigenlijk. En moet je eens kijken, dit is een carbonade, dat zie je gewoon niet meer, dat is zo mooi. En dit is een dubbele, de twin. 2 ribben aan 1 stuk. Fantastisch mooi. En je herkent het misschien wel, die snit, die herken je. Dat is natuurlijk hetzelfde eigenlijk als een cote buff. Dan zit ook die rib eraan. Haal je hem eraf, dan heb je de rib-eye. Dus dat is eigenlijk dat onderdeel. Als je de rib eraf zou halen, krijg je mooi die rib-eye. Normaal gesproken worden de staarten van varkens gecoupeerd. Dat gebeurt bij ons niet. Want bij ons hebben de varkens alle rust en ruimte en afleiding voldoende, zodat ze niet in elkaar staart bijten. En daarom hebben ze de krullende staart. En als ze de krullende staart hebben, dan zie je dat we gelukkige varkens hebben. Nou, ik denk dat we allemaal wel eens zijn dat er minder vlees gegeten moet worden. Maar als we vlees eten, moeten we goed vlees eten. Het kloostervarken, Livar, dat is gewoon een eerlijk product. En het mooie is dat die boeren ook weten wat ze krijgen. Ze werken allemaal met hetzelfde principe, ze hebben allemaal dezelfde voeding. Het varken moet het juiste gewicht hebben, dus massaproductie is er niet. Het is gewoon het beestje krijgt volledige aandacht, van het begin tot aan het bord. En dat proef je ook terug in het product. En daarom zie je ook dat we hem ingesneden hebben, dat die olie mooi in die aubergine trekt. Het grof zeezout erop. En bij het vlees hetzelfde verhaal. En ik wat tijm en rozemarijn erop gedaan. En het grove zout uiteraard. En dan gaan we grillen. En ik heb de Big Green Egg heb ik op 210 graden staan met de cast iron grid. En dan kunnen we gewoon eigenlijk het vlees gewoon mooi aangrillen. Groentes kunnen we ook aangrillen, want die paprika gaan we dadelijk nog schoonmaken. Dus we gaan alles tegelijkertijd grillen. Van oudsher voerden de monniken al de varkens met graan van eigen land. Die traditie die daarin zit, die hebben wij nu nog steeds in stand in ons concept. Dus of het nu hier op de kloosterboerderij is of op de andere boerderijen die we hebben in Limburg. Allemaal met hetzelfde voer gevoerd en ook nog steeds graan gevoerde varkens van regionaal geteelde granen. Het mooie van kloostervarken is ook hoe die beestje opgroeit.
bij de moeder. Moeder blijft erbij ook. En ze hebben de loopruimte, ze hebben de vrije ruimte om te lopen. En varkens die opgesloten zitten, die groeien heel snel, heel zwaar. En deze beestjes die lopen vrij, dus die verbranden vet eigenlijk. En het duurt veel langer om die gezonde vetten op te bouwen om op dat gewicht te komen. Dus het duurt langer voordat het varken op het juiste gewicht is. Maar daardoor krijg je natuurlijk veel meer spiermassa en veel meer smaak. Zo, kijk eens. Hier hebben we dat mooie ribstuk. Nou, die is natuurlijk, eerst heb ik die mooi nat gepekeld. Daarna heb ik hem gerookt op appelhout met een klein beetje kersenhout. En toen heb ik hem indirect gegaard. Nou, moet je kijken, die gaan we eens even aansnijden. Zo, dit ziet er lekker uit, jongens. Kijk, en het mooie is, het beestje heeft natuurlijk mooie gezonde vetten, de intermusculaire vetten. Dat vet is juist gezond, hè? En het vet heb je ook nodig voor de smaak. Je ziet hier mooi die rooklaag komen van het vlees. Hij is helemaal mooi doorgegaard. Nou, dit is gewoon echt smullen. Kijk, zo moet varkensvlees ruiken en smaken. Liever is een korte keten. En die korte keten is belangrijk, want dan heb je vanaf de oorsprong, hè, dus wat je hier ziet met het voer, de boer en vervolgens het vlees gaan verwerken zelf. En ook nog eens rechtstreeks het contact hebben met het verkooppunt waar je het kunt kopen als consument zijnde. Ja, dat maakt het natuurlijk heel bijzonder dat wij een korte en gesloten keten zijn. Juist omdat het Livar-varken zo'n goede kwaliteit heeft, zijn er zelfs de mindere delen nog zacht en sappig en goed te bereiden op de Big Green Egg. Eigenlijk van A tot Z kun je het hele varkentje gewoon bereiden. Alle delen zijn blijven sappig en er komt geen vocht uitlopen. Dus ja, dat gaat perfect op de Big Green Egg. En dan gaan we zo even een gezellig bordje maken. Allemaal lekkere dingen. Deze laten we nog heel even grillen. Het tweede servies. Als we denken dat we klaar zijn, hebben we nog een mooi lapje vlees achter de hand. Even mooi het vlees snijden. Het bot kunnen we mooi rechtop zetten. Mooie plakjes. Lekker speels neerleggen. Mooi die asperges tussendoor. En nog een heel klein korreltje zout nog eroverheen. Dan gaan we lekker aan tafel. Heerlijk.